Welkom bij een nieuwe aflevering van iTrain instructievideo's. In deze aflevering gaan we de blokverdeling maken. Voor ons zien we de schematische weergave van ons baanplan dat we in de vorige aflevering hebben getekend. Om hierin verder te werken klikken we op wijzigen en op schakelbord. De schakelbord editor wordt nu geopend. In iTrain rijden treinen van blok naar blok. Dat kan rechtstreeks als blokken tegen elkaar aan liggen of via wissels. Wissels kunnen daarom nooit onderdeel zijn van een blok. We beginnen met het plaatsen van de blokelementen op het station. Hier zijn drie sporen waarin een blokelement wordt geplaatst. Aan de rechterkant zie je een element met rechtspoor en een vierkant wit blokje. Dit draai je met de R-toets zodat deze in dezelfde richting ligt als het rechte spoorelement waar het blok geplaatst gaat worden. Met de spatiebalk wordt in de geselecteerde cel het rechte spoorelement vervangen. Naast het witte blokje zien we nu twee stippen staan. Dit is de voorkeursrichting van het blok, ook wel volgende genoemd. De twee naast elkaar gelegen blokken kunnen we in één keer vervangen door beide cellen te selecteren en op de spatiebalk te drukken. Er is nu op beide sporen een blokelement verschenen. Aangezien deze baan naar Nederlands voorbeeld gaat rijden, kiezen we ervoor om de buitenste baan tegen de klok in te laten rijden en de binnenste baan met de klok mee. Hiervoor moeten de twee laatste blokken 180 graden gedraaid worden met de R-toets. We gaan nu verder met de andere blokken. Eerst selecteren we aan de rechterkant twee blokken. We draaien het blokelement en drukken op de spatiebalk. De rechter moet nu 180 graden gedraaid worden. Dit doen we ook aan de linkerzijde en in de blokken onderaan, waarbij het onderste stuk baan uit twee blokken bestaat. Bij de bovenliggende wissel komt aan beide kanten een blok. Bij de blokken hoort een richtingspijl. Deze gaan we nu plaatsen. We beginnen weer in het station. Het is van belang dat je bij een horizontaal blok aan beide kanten twee cellen vrijhoudt. Dit heeft te maken met de naam van de trein die straks over het blokelement wordt geplaatst als er een trein aanwezig is. Aan de rechterkant van het blokelement slaan we nu twee cellen over en selecteren de cellen waarin we de pijlen willen hebben. We selecteren rechts het pijlelement en draaien deze in de juiste richting en drukken op de spatiebalk. De pijl tussen twee sporen verwijderen we omdat deze geen functie heeft. Nu zorgen we ervoor dat de pijlen in dezelfde richting staan als de stippen van het blokelement. Dit doen we ook bij de vier blokken op de onderste sporen. Bij diagonale blokken is het overslaan van cellen naast een blok niet nodig, omdat de tekst in de horizontale richting staat en daardoor geen andere elementen in het blok afdekt. Als we zijn vergeten om het element te draaien voordat we dit plaatsen, dan zien we dat er een grijs gebied rondom het element verschijnt. Dit geeft aan dat spoorelementen over elkaar heen geplaatst zijn. De pijl ligt nu als een spoorbrug over het andere spoorelement heen. Selecteer de pijl en druk op Backspace of klik op Verwijderen. Als we rechts het pijlelement in de juiste richting draaien en op de spatiebalk drukken, dan zien we dat deze nu wel goed geplaatst wordt. Voor de verticale blokken geldt hetzelfde als voor de diagonale. We kunnen de pijlen direct boven de blokelementen plaatsen omdat de tekst horizontaal over de blokken komt te staan. Je ziet nu wel dat als we de blokken naast elkaar plaatsen, de teksten horizontaal over elkaar heen komen te vallen. Daarom gaan we de rechterblokelementen verwijderen en deze één cel omhoog plaatsen. Vergeet niet de blokelementen in de juiste richting te draaien. Nu komen de teksten boven elkaar te liggen als beide blokken een trein bevatten.
Een andere oplossing is door de tekst verticaal, bijvoorbeeld van boven naar beneden, te plaatsen. Dan ontstaat wel het probleem dat je steeds je hoofd moet draaien om de tekst te kunnen lezen. De gaten die zijn ontstaan door het verplaatsen van de blokelementen vullen we op met rechte spoorelementen. Boven de verplaatste blokelementen plaatsen we nu aan beide kanten de pijlen en draaien deze in de juiste richting. De volgende stap is het koppelen van de spoorelementen aan een blokelement. Hiervoor klikken we een blokelement aan en drukken op de G-toets. De kleur van het blokelement verandert nu. En dit geeft aan dat er een blokgroep is aangemaakt. Door de andere bijbehorende spoorelementen te selecteren en op de G-toets te drukken, worden deze aan dit blok gekoppeld. Een tweede optie is om een stuk met spoorelementen te selecteren. Als er binnen deze selectie een blokelement aanwezig is, zullen alle geselecteerde spoorelementen in één keer aan dit blokelement worden gekoppeld. We doen dit ook met het middelste spoor op het station. Aan de linkerkant hebben we een blok met bochtelementen. Het is van belang dat de eerste stap altijd het blokelement bevat. Anders worden de geselecteerde spoorelementen aan de vorige blokgroep gekoppeld. Eerst selecteren we het rechte stuk met daarin het blokelement en drukken op de G-toets. Daarna kun je met de G-toets de overige spoorelementen toevoegen aan de blokgroep. Dit doen we ook met de overige blokken. Als we klaar zijn met het koppelen van spoorelementen aan de blokelementen, selecteren we een lege cel en drukken op de G-toets. En hiermee wordt het koppelen beëindigd. Om te voorkomen dat al ons werk voor niets is geweest als er iets misgaat, klikken we op Pas toe en Bewaar. En hierdoor worden de wijzigingen toegepast en alles opgeslagen in het baanplanbestand. Nu is er tussen de wissels nog twee spoorelementen die geen blokken vormen. Aangezien deze alleen worden bereden als gevolg van een wisselstand, gaan we deze spoorelementen koppelen aan een wissel. Dit spoorelement wordt alleen bereden als gebruik wordt gemaakt van de bovenste en van de onderste wissel. Aan de rechterkant hebben we twee wissels waaruit we kunnen kiezen. De voorkeur gaat uit naar de wissel waarvan het spoorelement altijd afhankelijk is. We selecteren de bovenste wissel en drukken op de G-toets. En vervolgens selecteren we het spoorelement en drukken weer op de G-toets. Aangezien dit spoorelement alleen wordt bereden als deze wissel afslaat. De Engelse wissel heeft meerdere standen waarbij het spoorelement niet wordt bereden. Aan de linkerkant koppelen we het spoorelement ook aan de bovenste wissel, aangezien het hier geen verschil maakt. We selecteren een lege cel en drukken op de G-toets om het koppelen te beëindigen. We hebben nu alle blokken en pijlen geplaatst en daarnaast hebben we alle spoorelementen aan blokelementen of wissels gekoppeld. Klik op Toepassen en Bewaar om alle wijzigingen op te slaan in het baanplan. De volgende stap is de blokken een naam en lengte te geven. Dit doen we door dubbel op het blokelement te klikken. Er wordt nu een venster geopend met alle blokinstellingen. Voor nu voeren we alleen de naam, omschrijving, type en lengte in. Allereerst kiezen we een unieke naam die maar één keer voor mag komen in het baanplan. Aangezien dit blok het eerste spoor van het Centraal Station is, noemen we dit blok CS_1. In de omschrijving zetten we stationspoor 1. Elk blok heeft een eigen functie. Dit kunnen we instellen bij type. We hebben vrije baan voor de doorgaande hoofdsporen, station, rangier, opstelspoor, draaischijf en rolbrug. Wij maken in dit baanplan gebruik van vrije baan, station en opstelspoor. Dit blok wordt een stationspoor.
We kiezen hiervoor station. Op de werkelijke baan is dit spoor 220 centimeter. En dat vullen we in bij lengte. Met de instellingen hieronder gaan we in een latere video verder. Als we op OK klikken, zien we de unieke naam in het blokelement verschijnen. En de richtingspijl heeft er een grijze stippellijnpijl bij gekregen. Deze stappen doen we ook met de andere twee sporen van het station. Als we de stationsblokken af hebben, gaan we verder met de doorgaande sporen. We kiezen hier bijvoorbeeld voor de naam B1 A-zijde. En bij de omschrijving zetten we blok 1A. Bij type kiezen we voor vrije baan. Dit blok is bedoeld om door te rijden, niet om te stoppen voor het in- en uitstappen van reizigers. Dit blok is 200 centimeter lang. Klik nu op OK. Het blok ernaast wordt dan B1B. Omschrijving, blok 1B. Vrije baan, 180 centimeter. Klik weer op OK. Dit doe je bij alle doorgaande blokken. Als we alle doorgaande blokken hebben gehad, houden we nog één opstelspoor over. Deze geven we de naam OS1. Omschrijving: opstelspoor 1. Het type wordt opstelspoor. En de lengte 150 centimeter. Klik weer op OK. Alle blokken zijn nu voorzien van een blokelement, een richtingspijl en een naam. Verder hebben we de spoorelementen aan de blokelementen gekoppeld. En de overgebleven spoorelementen zijn toegewezen aan een wissel. Klik nu op Pas toe om de wijzigingen door te voeren en Bewaar om ze op te slaan in het baanplanbestand. Als we nu op OK klikken, zien we dat ons schakelbord is voorzien van blokelementen en dat er pijlen zijn verschenen. In de volgende video gaan we de wissels instellen en de blokken aan elkaar koppelen. Graag tot de volgende keer!